Welkom, we zijn in Woubrugge aan de Batenweg voor de wedstrijd in de vierde klasse A tussen Woubrugge en Teylingen. Ofwel, Woubrugge, de ploeg vecht tegen degradatie, wilde na competitie nog halen, maar heeft daarvoor keihard punten nodig. Maar ja, wat zouden we zeggen van Teylingen? Dat kan hier bij winst de titel pakken, daar met een minuut stilte vanwege het overlijden van de hoofdsponsor van Woubrugge. Treurig uiteraard. Ja, daar de tos tussen de beide aanvoerders en daar natuurlijk de laatste woorden aan elkaar gericht bij Teylingen. Het moet vandaag gaan gebeuren. Ja, en gebeurt het niet, dan heeft de ploeg overigens volgende week ook nog een kans tegen MMO, de hekkensluiter. Dus wat kan er nog misgaan voor Teylingen? Nou ja, eerst maar deze wedstrijd in Woubrugge, waarbij Teylingen het initiatief duidelijk pakt in die openingsfase. En dan moet Woubrugge zich schrap zetten. Wil ik die stel op achterstand komen. Daar dan eerste poging, maar die gaat hoog over het doel van Gijs den Hertog. Dan hebben we een hoekschop daar van Melvin van Stijn. Van Stijn komt die bal daar terecht bij een van zijn medespelers. Krijgt dan een tweede kans. Dat is een uitstekende voorzet. En daar hebben we al een goal. Daar hebben we een doelpunt van Bas Eusling. De centrale verdediger, belangrijke speler. Dit jaar de groep van Ruud Boeman, die daar wel vaker meegaat in aanvallende zin. Prima op het hoofdvlak, nog wel gehinderd door twee spelers. Maar Gozeling springt het hoogst en maakt hier al snel de 0-1. En zo zitten de Sassheimers nu al op rozen, zou je kunnen zeggen. Wesley Ritsen daar dan heel bedrijvig. Komt daar de 2-0? Ja, die komt daar, maar daar is er ook de vlag. En dat signaal wordt overgenomen door scheidsrechter Ter Heide. En dat feestje gaat dus niet door. Dan Jort de Groot van Woubrugge, die daar een van zijn aanvallers aan het werk zet. Wordt daar wel fel uit. Komt die bal voor? Ja, dat is een mogelijkheid. Maar gaat de bal dan uiteindelijk worden verwerkt en we krijgen een achterbal. Een speldeprik van Woubrugge, de ploeg van Joey Rietbroek. Die dus in acuut degradatiegevaar verkeert. En misschien wel meegaat met MMO naar de vijfde klasse. Maar zover is het nog niet. Daar met Ritsen die weer weg is, wordt daar een goed blok ingezet. Maar blijft Teylingen de bovenliggende partij. Levert dan even niets op. Vince Angenent, die daar de bal goed aansnijdt, wordt dan weggekopt door Max Slaman. En dan kan Teylingen uitverdedigen. Wat heet, de ploeg is alweer weg. En daar dan een, ja, dat is onoplettendheidje. Dan kan Ritsen door. Dan is het Den Hertog die daar op tijd eruit is. En zo blijft het bij 0-1. Geen tweede treffer daar via Ritsen, die bijna profiteerde van het slippertje daar achterin. Dan is Woubrugge hier weg. Met dan Kevin Veldman die dan oppakt. Kevin Veldman, dat is een hele goede poging. Goede redding ook hoor van de belangrijke doelman aan Sassheimse kant. Dat is natuurlijk Wessel Soulier, de routinier. Maar er was echt een mogelijkheid voor Woubrugge om hier op gelijke hoogte te komen. Daar met Jay Perk probeert een van zijn medespelers te vinden. Blijft die bal in bezit van de ploeg van Rob Jonkman daar op de achterlijn. Ja, dat is knap gespeeld. Dat is heel leuk gedaan. Dat gaat hij. Oh, dat scheelt ook weer heel weinig. Door diezelfde Ritsen die een zeer verdienstelijke eerste helft met name speelde. Woubrugge dan. Dat probeert natuurlijk op zoek te gaan naar de gelijkmaker. Want ja, dan weet je het maar nooit. Gaan we misschien de spanningen toch weer toenemen. Daar een artistiek hoogstandje daar van Robin van der Hulp. Maar dat is allemaal net even te lastig. Maar wel een dappere poging. Zoveel is zeker. Teylingen aan de linkerkant van het veld weg. Dat is een uitstekende aanval die dan uiteindelijk helemaal naar de achterlijn komt. Dan Melvin van Stijn en die bal wordt gespoord. Ja, daar, ja, in zo'n kampioenswedstrijd wil je natuurlijk scoren. Dat wil ook de pijn vinden. Vele malen te hoog. Maar voorlopig staat het nog altijd 0-1 in het voordeel van de lijstaanvoerder. En alleen het resultaat telt. Rick Prange. En een uitstekende opening. Zou laat in de wedstrijd uitvallen met een overschrijdend vervelende blessure. Komt die bal voor. En daar is dan uiteindelijk de 2-0. Nu is het Ritsen wel. Die daar afmaken op aangeven van Tim Pascal de Ridder. En zo is het 2-0 voor de Sassheimers, die daarmee volledig op rozen zitten hier tegen Woubrugge. Ja, ook niet echt adequaat verdedigd hoor, aan de kant van Woubrugge. Daar te veel ruimte weggegeven. Ja, en dan is het Ritsen die daar zijn goal meepakt. En is het 2-0. Wat gebeurt er dan in de tweede helft? Daar met Robin van der Hulst. Robin van der Hulst die daar een schotje aflevert. Maar ja, daar ga je Soulier natuurlijk niet mee verrassen.
tweede helft gebeurde niet heel veel, moeten we stellen. Omdat Woudbrugge, ja, het probeerde het wel. Zeker wel, Tijnen had het bij vlagen niet makkelijk hier. Met een schot van de ingevallen Dennis Boer, bijvoorbeeld, die net naast gaat. Maar echt tanden kon Woudbrugge niet tonen. En ja, als je dan met 2-0 voor staat, dan hoef je ook niet meer zo nodig. In het geval van Tijlingen natuurlijk. Daar dan een goede poging van de Ridder. Die zelt dan over het doel van Gijs den Hertog. Daan Heemskerk met inworp. Gaat Tijlingen er dan nog wat meer van maken? Dan inmiddels is ook Hoogkamer ingevallen. Daar die bal dan op links. Veel lopende mensen. Komt daar een voorzet. Wordt dan in eerste instantie weggewerkt. Toch weer opgepakt. En een schot. Die gaat over het doel. En geleidelijk aan neemt de feestvreugde toe. Er wordt ook gezongen. Wat gaan wij doen? Wat gaan wij doen vandaag? Met hoeveel is de vraag? We gaan winnen. Ja, dat nummer is bekend natuurlijk uit het Rotterdamse. Daar met de voorzet. En dan lijkt daar een hensbal. Ja, de scheidsrechter gaat daarin mee. Kelvin Hogendoorn met een wat ongelukkige hensbal. Ja, die bal gaat op de stip. Ja, de scheidsrechter verontschuldigt zich haast dat hij de bal op de stip moet leggen. Maar dat zijn nou eenmaal de regels. In ieder geval zo van de Berg. Van de Berg maakt er 0-3 van. Ja, het is natuurlijk beslist en besloten hier. Tijlingen gaat de titel binnen werken hier en kijken van een vreugde. Ja, dat is stapelen geblazen. Alle machten van een groot feest daar zo. En natuurlijk de uitzinnige vreugde ook bij de meegekomen supporters. Ook veel jeugd in. Hartstikke leuk om te zien. En daar, de spelers staan al klaar, want het is bijna gebeurd. Dan gaat Tijlingen promoveren naar de derde klasse. Terecht ook. De ploeg het meest constant. Daar nog met een vrije trap. Daar dan de verontschuldigingen van Jort de Groot. Nou, met die blessure valt het wel mee. Dan krijgen we ook nog een vrije trap in de dying seconds. En daar is het Mike van der Zon die het de hele wedstrijd volhoudt. Ondanks zijn hamstringblessure. En hij maakt het af. En dan is het 0-4. Iedereen weet het. Tijlingen is kampioen. Kijk, die vreugde toch eens nu bij de middenvelder. Zoekt daar bepaalde mensen. En ja, dan is het één groot feest. Schijnbaar vind ik het mooi geweest. Maakt er niet nog wat minuten die hij er aan toevoegt, is ook niet meer nodig. De wedstrijd is beslist. Woudbrugge, ja, nog niet gedegradeerd, heeft nog een kansje. Dat moet dan nog wel AVV over gaan passeren op de slotdag. En Tijlingen, dat gaat naar de derde klasse. Voorkomen terecht, hier het grote feest. Kijk en geniet. 0-4 hier in Woudbrugge.